Het is net van die Amerikaanse telcelreclame. Welcome to Magic Fix. It fixes everything. Well, almost everything. De zon schijnt, mooiste weer ter wereld. Ja, en er staat iemand naast mij. Wie staat er naast mij? Ja, Elke staat naast jou. Mag ik Elke zeggen? Ja. Elke, je hebt een hele mooie Fiat 500, een Twin Air. Wat is er gebeurd, Elke? Ik kreeg hem niet meer eens achteruit. Ik had hem geparkeerd en de pook deed het niet meer. Ah, de versnellingspook die voelde aan één kant op helemaal... Ja, helemaal lam, zeg maar. Ja, dat kan gebeuren. Je hebt het wel vaker gezien bij vlogs van mij. Het schakelsysteem tegenwoordig is eigenlijk bijna bij alle auto's allemaal met kabels. Ja, laat ik daar nou als eerste eens even naar gaan kijken. Zo, in de auto. En hier heb je de versnellingspook. Nou, wat mij opvalt, hij kan wel naar voren en naar achteren. Ook wel opzij, alleen als je hem opzij... In een 3 zet bijvoorbeeld, dan kun je de pook nog steeds bewegen. Dus dat betekent eigenlijk, de voorwaartse beweging lukt, maar de zijwaartse beweging, daar ligt iets los. Ik kijk even onder de hoes van de pook. De pookhoes zit los en ja, je kunt het slecht zien. Maar als ik even inzoom, dan zie je wel, daar zit een kabel aan. En aan de zijkant, en dat is haast niet te zien, daar zit ook een kabel. Het zit hier allemaal wel aan. Dus dit kan ik gewoon weer mooi dicht klikken. Ja, onder de motorkap, je kunt het wel zien, zo'n Twin Air motor heeft heel veel ruimte nodig. Grote accu erin, start-stop accu trouwens. De motorcomputer zit hier. Ik kan er niet bij komen. Ik heb al gezien dat er inderdaad een kabel los zit. Ik hou even de accu uit, accubak aan de kant. Even zeg ik al, maar het is toch altijd iets meer dan sleutelen. En dan ga ik kijken hoe ik hem het beste kan bevestigen, die kabel weer. En ondertussen, ja lieve mensen, het is waar, ik heb de krant gehaald. En dan niet pagina 18 zwart omrand, gelukkig. Maar ik heb de verslaggever achter mij staan. Goedemiddag. Michel, wat ga je doen? Ik loop een dagje met jou mee. En naast het vloggen kijken wat je allemaal doet. Wat je allemaal tegenkomt goh, als je op straat bent. Ik heb controle. Precies, ik hou je nauwlettend in de gaten. Als dat maar goed komt. Die is letterlijk en figuurlijk loodzwaar. Daar is die. Dan zie je ook nog een keer hoe het in elkaar zit. Dit is nou je motorcomputer eigenlijk, je pc van de auto. Computer says no. Kun je zien als je de accu eruit haalt en 3 bootjes losdraait, dat je straks... veel meer ruimte hebt. Die nog los, dan zijn we er. We beginnen er al bijna bij te zweren. Kijk mensen, de computer van de motor. En die moet het ook doen. Mag niet meer, hè? Die made in Italy. Elke zou je eens een keer willen de pook van links naar rechts willen bewegen. Kijk eens, mensen, hier zo. Je ziet de pook bewegen en hier zit wat los. Hij ligt er inderdaad weer naast. Nou doe ik hem er even op en als het goed is, elke als je hem nog een keer wilt bewegen, dan zie je de pook mooi. Ja, je ziet nou, of de pook, je ziet nou dus mooi wat er eigenlijk moet gebeuren. Perfect, dankjewel. Nou, wat ga ik nou doen als reparatie? Ik heb nog een soort superlijm met korrels. Daar maken we een mooie sterke verbinding van. Daar repareer ik ook wel eens banden mee. Voor nood, hè, puur voor nood. Dat doe ik er even aan, dat hij weer mooi aan elkaar zit. En toch even een postbode elastiek erbij omheen, voor de zekerheid. Lang leven de goede oude PTT van vroeger, de postbode elastieken. Dan kan ze weer, in ieder geval voor nood weer rijden. Afspraak maken bij de garage voor een paar nieuwe kabels.
Een superleem met korrels. Ja, het is net van die Amerikaanse telcelreclame. Welcome to Magic Fix. It fixes everything. Well, almost everything. Dit is een korreltjes. Een beetje superleem eroverheen. En dan moet het goed gaan. Ga kijken of het lukt. Als eerste ontvet ik het even een beetje remreinigen. Zo. En ik druk hem even op zijn plek. Nu is het mooie bij dit materiaal. Dit materiaal is een rubber gevulkaniseerd. En dat zal ook weer door de werking. Door de superleem zal het weer een chemische reactie teweeg brengen. Een paar druppeltjes van de leem erop. Mooi midden erin. Nu is het bij de Magic Fix zitten twee soorten poeder. Grijze poeder of een zwarte poeder. Heb je nog voorkeur van kleur? Zwart. Zwart, oké. Zwarte nagels wordt het bij mij dus deze keer. Goed, ik ga gewoon verder. Leem zit erop en hij zit nu al, zoals je kunt zien, die kreeg je nu al niet meer los. Dat is heel mooi. Nu doe ik nog even een paar van die korreltjes erop. Zwart was het, hè? Ja. Ja, oké. Voor de extra hechting. En dit spul, je moet er niet met de neus boven gaan hangen, want het geeft een bepaalde chemische reactie. Dan kan een rookwolkje afkomen, daar word je een beetje high van. Ja, precies, dat dus. Pakt alle versnellingen, hè? Pakt alles weer op. Hartstikke mooi. Ja, nou moet alles er weer in. Ben je erg gehecht aan die computer of zullen we hem eruit laten? Man? Het is zo lastig werk om erin te zetten. Je mag er hem wel uitlaten. Oké. Okay. Misschien heeft de computer wat terug te zeggen. Computer says no. Vervelend bootje. Dat is hem. Precies, nu de categorie niet meer weer doen, ik bel wel. De snelste montage van een massakabel. Klaar. Computer zit eraan, plus aan, alles zit erin. Nou, het zit eraan. Mooi. De auto doet het weer. Hey. Wat vond je? Hey. Wat vond je ervan? Ja, snel en goed geholpen, vriendelijk. Kijk, nou, wat een eer. Daar doe ik het voor. Ja, lieve mensen, en dat allemaal in Twente Enschede, onvoorstelbaar. Ze is weer op weg. Mooi, hè? Maar nu natuurlijk de vraag. Michel, wat doe jij nou hier eigenlijk bij mij? Ja, ben je zo dol op bijzondere Twentenaren. En daar val jij in dit geval ook onder. Nee, en het is heel leuk om te zien dat jij als Twentenaar met je Twentse accent op het kanaal van de ANWB staat te vloggen. En dat je ook nog eens zo populair bent. Lieve mensen, ik loop al bijna naast mijn klompen. Echt, het is onvoorstelbaar. Hartstikke mooi. Nou, ja, bedankt. Het kan zo zijn, misschien wordt dit eerder geplaatst dan het in de krant komt. En misschien later de vlog, moeten we even kijken, zien we dan wel. In ieder geval, in de Tubantia. Twentse editie. Maar die kun je online ook altijd vinden. Michel, bedankt. Graag gedaan. Jij bedankt. Ook graag gedaan.